Goedemorgen, het is vandaag zaterdagochtend. Ik ga nu naar het station van Rotterdam Noord. Nog lekker met de eerste 4000 die ik nu al plus 10 heb. Fijne Nes. Naar Centraal, ja, Evert zit ook in die trein, maar hij gaat naar 7 of zo. Ik niet. Ik ga even een stukje kijken tussen Rotterdam en Den Haag, hoe dat er nu uitziet, dat viersporige stuk. En daarna zie ik wel. En ik neem jullie mee vandaag. Dus er rijden hele leuke toeristische treinen ook weer vandaag. Dus misschien dat we dat nog even gaan doen. Maar ja, zoals je ziet, ik loop alleen maar in een t-shirt en een broek, korte broek. Want het is best wel, het wordt 23 graden vandaag. Dus ja, maar ik neem jullie mee vandaag. En ben ik nu op weg naar het station van Rotterdam Noord. Nou ja, inmiddels ben ik dus weer hier op mijn vaste treinstation. Naar Rotterdam Noord zit helaas wat andere mensen wel op het perron richting CS. Alleen dadelijk wil een los 6 tot 4 naar Rotterdam Centraal. En dan twijfel ik nog over of ik dat de ICRG 5 naar Den Haag ga pakken. Of dat ik de ICD naar Amsterdam ga pakken met opa Trax. Ik ga eerst even kijken, want die trein is nu nog maar plus 5. Van de plus 8, 9, nee, van de plus 10 heeft hij nu nog maar plus 5. Dus in principe, ik krijg makkelijk de 1100 naar Den Haag. Dus ik ga even kijken hoe druk die is. Want ja, de kwart over 7. Het is echt onwaarschijnlijk dood. Tegen de tijd dat die trein vertrekt. Maar ja, dus even... afwachten of wat. Nou, in ieder geval, ik ga of met de 1100 naar Den Haag. Even de nieuwe spoorstukje bekijken tussen Schiedam en Delft. Hoe dat eruit ziet. Dat is nu viersporig als het goed is. En dan ga ik of naar Den Haag dus, of met de ICD naar Amsterdam. Het ligt er echt gewoon net aan hoe of wat. In ieder geval, ik was nu op de sprinter naar Centraal. Nou ja, inmiddels in de ICG naar Den Haag Centraal. Ik ben nu op Delft. We komen niet meer op spoor 1 binnen, maar spoor 2. En die 2 zijn ook alweer open hier op Delft. Maar in ieder geval, nu dus in Delft en dan nog door naar Den Haag Centraal. Nou ja, inmiddels op de Intercity gestapt naar Driebergen-Zeist. We gaan op naar Driebergen-Zeist en daarna gaan we goed dus met de Koolmeesboot weer terug naar Utrecht. Dus... ja, dan doen we dat. Maar in ieder geval nu met deze DDZ naar Driebergen 6. Naar Driebergen. Er zit helemaal niemand hier. Weet je wat het is? Er is hier helemaal niks. In ieder geval nu bijna Gouda. Dus ik weet niet of er nog mensen bij komen. Het zal wel. In ieder geval nu bijna op Gouda. En dan nog door naar Driebergen. Zij is met deze trein. Nou ja, dus ik met al mijn vrienden in de eerste klas. Ik heb gewoon de hele tijd weer mee gezeten. Ik ga nu tussen Utrecht en Driebergen. En dan dadelijk dus met de Koolmees boot naar Utrecht. Nee, in ieder geval, ik heb gewoon de hele tijd in de buggy gezeten. Tot dan Driebergen. Dit is nog maar niet de trein naar Enschede, maar nu door die werkzaamheden nog steeds tussen Den Dolder en Amersfoort. Gaat hij nu ineens naar Driebergen? Ja. Nee, in ieder geval nu bijna Driebergen over. 5 minuten. En dan overstap op een veren waar ik ga plassen en dan naar Utrecht. Top.
Nou ja, middels Driebergen 6 begrip met de DDZ. Een heel de autiste coupé voor mezelf gehad tot hier. Nou, ik weet geen eens waar mijn boot staat, want die zie ik niet. Ja, oké, het zal wel. Maar, ja, net met die DDZ ben ik dus aangekomen hier in Driebergen. En nu ga ik zo weer terug met In City Den Helder tot Utrecht met de koolmeesboot. En dan zie ik wel voor de rest wat ik ga doen in ieder geval. Nou ja, nog steeds aan het wachten op mijn scheetboot. Waarom ineens weer geel 4? What the fuck? Trein naar Rhenen zeker. Waarom nu al? Oké. Kijk. Ja. Top. Oh, top. Maar ja. Ik weet niet waar mijn koolmeesboot blijft. Ik wil mijn koolmeesboot naar Utrecht. Maar ja, dat zal de trein erin wel zijn die nu hier net wat ik net zei liet zien. Want voor de rest kan nu niks doorheen omdat Ede dicht ligt. Dus ja, de trein erin kan wel rijden, maar die nu dan al veilig krijgt. Maar ja, ik sta nu nog steeds wel op mijn scheidkoolmeesboot. En ja, zoals ik al zei, is een keer op Maarn Goederen. Daar was al niks verrassend aan. Nou, daar komt de koolmeesboot aan, de 8746. En deze nemen wij nu naar Utrecht Centraal. Dit is de laatste trouwens flowboot die gereviseerd is. En kijk, daarom heeft hij dus een koolmees gekregen. En deze pakken wij nu naar Utrecht Centraal station. Nou ja, inmiddels op de IC in Utrecht. En jullie zullen denken, waarom zit ik nu geen eerste klas? Ja, er zitten mensen daar beneden waar ik geen zin in heb. Maar ik moet toch een klein kutstuk tot Utrecht. Ik moest net even hier wezen bij de wc. Dus ik denk, nou... Dat ik hier even zit, ik moet toch in Utrecht eruit, dus maakt niet uit. Ja, daarboven zit ook iemand in de stilte, in de stilte gedeelte van de eerste klas. Ik denk, anders schrik daar wel zitten, maar er zat ook wel iemand. Maar ja, in ieder geval, ja, zeggen, ik hoef toch maar tot Utrecht, dus dat maakt niet zoveel uit of ik hier zit of dat ik daar zit. Dan zit je toch wel gefrutten, dus dat vind ik niet te weten. Maar dus, ja, hier genoeg weg naar Utrecht. Nou ja, inmiddels zit ik al in de Intercity naar Schiphol. Daar even rondlopen en dan... Welke kant ik op ga, maar in ieder geval nu op weg naar Schiphol. Nou ja, inmiddels ben ik op Schiphol, dus een beetje druk weer. Oh nee, loopt diezelfde fapper van vanochtend ook weer. Jongen, die zat bij mij ook al in de ICNG naar Den Haag. Ja, deze fapper, die zat vanochtend ook al in mijn sprint. Of ik bedoel, in de ICNG vanochtend. Fijn. Maar in ieder geval nu op Schiphol en dan gaan we kijken waar ik naartoe ga. Nou ja, inmiddels alweer in een ICNG. ICNG, dan gaat een SNG, papa. Hier gaan we nu weg naar Amsterdam en dan zo. Dan zie ik wel waar ik naartoe ga. Ik denk of via Hilversum naar Utrecht, dan via Fabrik Buis. Of rechtstreeks naar Utrecht, dan moet ik nog even kijken. Maar ja, in ieder geval nu op weg naar Amsterdam. Ik wou eerst eigenlijk eerst dingen over gaan ICN's gedeeld, maar die was een beetje druk, dus die hebben we maar niet verpakt. Dus ik zit nu in de ICNG naar Amsterdam. En dan vanaf daar, of via daar vanaf naar Hilversum naar Utrecht, of via gewoon rechtstreeks naar Utrecht. Vanaf Amsterdam. Het ligt eraan hoe lange trein ze inzetten richting Utrecht. Dat is ook weer een vraag, hè. Weer van Utrecht naar Amsterdam. Nou ja, inmiddels ben ik dus weer in Utrecht. Nou, daar staat mijn IC die ik ben gekomen uit Amsterdam. Dan ga ik zo meteen met een SLT'tje naar Utrecht Centraal. Zonder stop op Hollandse Rading en Hilversum Voortpark. Dus deze gaat gelijk door naar Utrecht overvecht. Dat is wel lekker aan één kant. Maar ja, in ieder geval ben ik nu op Hilversum. Nu wacht op de sprinter naar Utrecht Centraal met SLT. Nou, inmiddels heb ik al gegeten weer hier in Utrecht. Dus even kijken wat ik dadelijk gedaan. Ja. Nee, maar... Nou, ik heb inmiddels al gegeten. En kijk, dat zou de trein zijn als ik via Utrecht was gegaan vanochtend vroeg. Maar ik ga even denken dat ik straks met de
Dat ik straks met de bus naar Sliedrecht ga of zo en daarvan dan naar Dordt. Misschien dat ik dan nog even ga spotten op Dordt en dan van daaruit naar huis ga. En dan, ja, dat in ieder geval. Dus, maar ja, in ieder geval ben ik nu op Utrecht. En de 388 rijdt ook al een uur, dus ik kan dadelijk wel die trein naar Utrecht. Ik bedoel, naar Sliedrecht pakken en dan van daaruit naar Dordt of zo en dan even spotten of zo. Er rijdt toch elke keer ook weer een trein naar Rotterdam vanaf dinges, vanaf Dordrecht vandaar. Nou ja, dan gaan we nu naar het busstation. Dan ga ik even kijken of de 387, 388 of de 400 gaan nemen. Maar in ieder geval, ja. Dus ik ga nu naar de busstation. Inmiddels op station Sliedrecht. Nou, er reden echt gewoon hier twee cargo's voorbij. Ook alweer Waldertrein van Egeroil met een Vectron 189 en een SBB 189 met containers. Eentje ging naar Emmerich en de ander ging naar Kijfhoek. Maar ja, in ieder geval, ik kwam nu op de trein richting Dordrecht. Die komt zo en dan Dordt even hopelijk nog wat cargo spot in een uurtje. En dan naar Rotterdam en dan naar huis. En dan vanavond weer weg. Thuis eten en daarna weer deze kant op richting Dordt en Zwijndrecht. In ieder geval, ja, nu op weg naar huis toe, langzamerhand. Hè? Nou ja, ik heb al gewerkt. Dit gaat lekker toeristisch via de Melanchthonweg dadelijk. Met de metro, dadelijk en dan naar Melanchthonweg en dan vandaar met de 35 naar huis. Dus ben ik ook dichter bij huis. Want de ene lijn 4 is uitgevallen van 28, verrassend. In ieder geval, ik ben nu bij Rotterdam Blaak. En dan pak bij Centraal Beraak of pas 47 gaat die metro dus. Nog maar 10 minuten te wachten op de bus. Dat valt nog mee. En dan ben ik dichterbij ook waar ik beter moet halen voor mijn baan. Dus dat scheelt ook weer. In ieder geval komt er op Blaak weer inmiddels. Nou ja, inmiddels ben ik dus bij de Melanchthonweg. Dan de bus komt er toevallig net aan. Die pak ik dadelijk naar huis. Ja, eerst even eten halen voor mijn baan. Ja, dat is dichtbij van de bushalte, dus dat scheelt. En ja, dan met metro Lijn 1 hier gekomen. Maar ja, de bus gaat pas over 7 minuten, dus ja. Maar ja, in ieder geval, dan kan ik dadelijk thuis ook even weer eten. Nou, en we zijn weer op weg naar de tram. Dan ga ik naar Rotterdam Centraal. En dan even kijken of ik met de sprint naar Dordt ga. En anders in City Dordt en dan naar Zwijndrecht. Nu ga ik weer op weg naar de tram. En dan naar Rotterdam Centraal en dan naar Zwijndrecht. Nou ja, inmiddels ben ik bij Barendrecht, dus bijna Zwijndrecht. Ik ga hier ook gelijk de video afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden vandaag. Geef natuurlijk een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal hier beneden. En vergeet natuurlijk niet op het belletje drukken als jullie meer video's willen zien. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.